Breda Nu. Je weet het meteen. Breda is een dorp rijker vandaag. Kroostort is geopend en wij gaan eens kijken wat er allemaal gaat gebeuren. De Sint Maarten school die heeft hier van alles georganiseerd voor de kinderen, met ouders. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Kom maar mee. Staat hier denk ik een trots iemand van Kroostort. Ja, absoluut. Na maandenlange voorbereiding is het allemaal gelukt. En we hebben een geweldige dag, dus zeer trots, absoluut. En u zegt een maandenlange voorbereiding. Ik kan me er iets bij voorstellen als ik dit zo allemaal zie. Waar bestaat die voorbereiding uit? Ja, je moet eerst een werkgroep om je heen vinden met allemaal enthousiaste mensen, leerkrachten en ouders. Gelukkig hebben we een heel goed draaiboek liggen van het dorp van 7 jaar geleden. Dan ga je kijken van wat gaan we allemaal doen, wat voor nieuwe elementen en hoe ging het 7 jaar geleden ook allemaal weer. Even allemaal terugpakken en dan gaan we de werkgroep in verschillende commissies verdelen. Het eten en drinken, de activiteiten voor de middag, de diensten en instellingen, de paspoorten maken. En dan is zo'n dag als vandaag natuurlijk echt geweldig als je het allemaal zo ziet. Dan is het denk ik een kroon op het werk. Zelfs 7 jaar geleden was het andere dorp. Zijn er al veel geweest? Want iedere 7 jaar, hoe ver gaan we terug? We gaan 6 keer terug. Dat is 35 jaar geleden dat het eerste dorp georganiseerd werd. Om de 7 jaar, zodat alle kinderen in ieder geval het toch 1 keer meegemaakt hebben. Dus het 6e dorp inmiddels. Ja. Wat vinden jullie het leukste wat je vandaag al gedaan hebt? De stormbaan. Een stormbaan? Is die er ook? Die hebben we nog niet ontdekt. En waar is die? Die staat daarachter. Dat luchtkussenstormbaan bedoel jij? Ja. En niet gewond geraakt erbij? Nee. Goed zo. Wat vind je tot nu toe het leukste wat je gedaan hebt? Ik denk mijn rijbewijs halen. Was dat lastig om te doen of hoe ging dat? Ja, het was heel moeilijk. Wat moest je daarvoor doen dan? Waar is dat? Het is daarachter en dan moet je eigenlijk heel makkelijk slalommen. Vertel eens, hoe vinden jullie het hier? Heel leuk. En wat hebben jullie allemaal al gedaan hier op Kroostort? Kun je daar iets over vertellen? We hebben een mooie tattoo laten zetten en we hebben heel veel snoep gegeten. Er zijn namelijk heel veel snoepkraampjes hier. En wat kun je allemaal nog meer gaan doen hier? Je kan je rijbewijs halen. Je kan het pijl en boog schieten ook nog. Er is hier ook een taxibedrijf waardoor Kroostort heen kan rijden. Wat kan je nog meer doen? Je kan kleien. En je kan zeepjes maken. Breda Nu. Je weet het meteen.